Nederlandse militairen zijn ondanks de corona volop aan het oefenen in Litouwen. We hebben contact met kapitein Bob vanuit Litouwen op het oefenterrein. Ja, goeiedag. Moet ik kapitein Bob zeggen of mag ik Bob zeggen? Zeg jij het maar. Ja, jij mag Bob zeggen. Ik mag Bob zeggen. Geen enkel probleem. Dankjewel. Jullie zijn aan het oefenen met panzerhaubitsers daar in Litouwen. Hoe gaat dat er precies aan toe? Wat doen jullie? Nou, we zijn eigenlijk afgelopen maandag hier gearriveerd. En we hebben de afgelopen week voor het eerst geschoten met 4 panzerhaubitsers hier in Litouwen. Dus uiteindelijk, ondanks corona, zijn we uiteindelijk toch in staat gebleken om met deze 4 panzerhaubitsers een succesvolle schietdag uit te voeren. Ja, en jij bent een van de leiders van de oefening. Het lijkt me dat je niet op zo heel veel plekken met panzerhaubitsers kan oefenen vanwege de afstand, denk ik, hè? Dat klopt. Eigenlijk heb je in Litouwen maar een aantal plekken waar je fatsoenlijk kan oefenen. Eentje bevindt zich helemaal aan de westkust van Litouwen. Dan schiet je eigenlijk in de zee, maar dat is voor ons wat minder interessant. En de andere beste mogelijkheid is hier in Pabrade, eigenlijk het grootste oefenterrein van Litouwen. Ja, en jullie werken daar in internationaal verband. Is er nog een groot verschil met de manier waarop de Nederlanders werken en jullie collega's uit andere landen? Nou, in principe heeft iedereen wel zijn eigen procedures, maar in grove lijnen werken we eigenlijk allemaal hetzelfde. En met name de partners waar wij mee werken, dus die ook onder andere de panzerhaubitsen gebruiken, dat noemen wij de waarnemers, om uiteindelijk de coördinaten te bepalen en ervoor te zorgen dat de schoten op de juiste plek vallen, die gebruiken eigenlijk één en dezelfde procedure. Dus dat maakt het lekker makkelijk. Ja, jullie oefenen samen met de Litouwse militairen. Ja, nu hebben we het natuurlijk over de coronaperiode. Het lijkt me dat binnen in de haubitser iedereen redelijk bovenop elkaar zit. Hoe doen jullie dat? Ja, het is inderdaad noodzakelijk dat binnen de panzerhaubitsen iedereen wat dichter op elkaar zit. Maar we proberen dat uiteraard wel zoveel als mogelijk te voorkomen. Alleen in situaties als we aan schieten, dan is het helaas niet anders. Maar de interactie met buitenlandse eenheden, die beperken we gewoon. Dus dan houden we gewoon de maatregelen van het RIVM eigenlijk zoveel als mogelijk of zo goed als in stand. Ja, want jullie hebben wel last gehad van een corona-uitbraak. Is dat nu een beetje voorbij? Ja, we hebben eigenlijk best wel last gehad van een corona-uitbraak. Daardoor hebben we ook allemaal 3 weken in quarantaine gezeten op het kamp. En inmiddels is dat eigenlijk wel aardig goed voorbij. En we hebben echt langzaamaan moeten opbouwen van kleine groepen tot uiteindelijk een volwaardige eenheid. Zoals een peloton of een batterij, zoals we hier nu staan. En uiteindelijk het mooiste is dat we hier nu weer volwaardig kunnen oefenen. Ja, en je zegt het eigenlijk al. Jullie hebben gewoon de oefening en de missie, die hebben jullie een beetje moeten aanpassen. We hebben de missie en de oefening absoluut moeten aanpassen. We hadden een heel mooi programma. En dat is in eerste instantie door corona wel een beetje in het water gevallen. Maar met name door flexibiliteit en met name te denken in oplossingen, zijn we gewoon in staat geweest om alsnog een heel mooi programma neer te zetten. En dit is zeker het hoogtepunt. Schieten met die panzerhaubitsers. Ja, want Litouwen, dat is natuurlijk een van de Baltische staten. Dat ligt dicht tegen Rusland aan. Jullie oefenen daarbij allemaal scenario's waarbij er dreiging is vanuit Rusland? Nou ja, we oefenen eigenlijk niet zozeer dat er dreiging is vanuit Rusland. We trainen met name om te kijken of we gezamenlijk als NAVO-partner kunnen optreden. Eigenlijk als een volwaardige, zelfstandige eenheid om te laten zien dat we er als NAVO nog steeds staan als het nodig is. Ja, hoe gaan de komende weken eruit zien? Nou, de komende weken gaan er als volgt uitzien. We hebben deze week eigenlijk voor het eerst 2 dagen geschoten met de panzerhaubitsen. Dat hebben we met name technisch gedaan. Dat wil zeggen dat we ons echt gaan focussen op de procedures op en rond de panzerhaubitsen. Nu zijn we eigenlijk met name bezig voor een stukje onderhoud, want dat is ook belangrijk. Anders blijven ze niet schieten en de inzetbaarheid moet hoog blijven uiteraard. En volgende week gaan we ons echt focussen op wat wij noemen de tactische procedures. Bob, wat is nou eigenlijk de reden dat jullie in Litouwen oefenen? Nou, we zijn hier eigenlijk in het kader van de missie Enhanced Forward Presence, afgekort EFP. Dat is eigenlijk een permanente troepenplaatsing in de Baltische Staten van zo'n 1100 man. En de NAVO heeft die eenheden geplaatst in Estland, Letland, Litouwen en Polen. En dat is een permanente stationering. Ja, en voor ons, wij die het niet weten, hoeveel geluid maakt nou zo'n haubitser als hij afgaat, als je er dichtbij staat? Als je er dichtbij staat, maakt zo'n haubitser echt een behoorlijk geluid. En dan is het wel zo raadzaam om gehoorbescherming te plaatsen. Anders is het niet zo goed voor je oren. Ik geloof je op je woord. Bob, kapitein van de landmacht van de artillerie, dank je wel voor jouw commentaar en heel veel succes daar. Geen enkel probleem. Dank je wel. Jullie ook succes.